goudstralen diamanten zouden wezen. Goudstralen diamanten zouden zijn. Dan zouden alle straten, heel de aarde, die zou flonkeren van al die tranen die vergoten zijn. Ieder mens huilt wel eens op zijn tijd tranen van vreugde of spijt. Raak je iets wat je lief is soms kwijt, dan huil je tranen van eenzaamheid. Als tranen diamanten zouden wezen, als tranen diamanten zouden zijn, dan zouden alle straten, heel de aarde, die zou flonkeren van al die tranen die vergoten zijn. Ieder huilen moet schaam je dan niet. Huilen van vreugd of verdriet. Want een ieder weet dat vroeg of laat het leven niet zonder tranen gaat. Als tranen diamanten zouden wezen, als tranen diamanten zouden zijn, dan zouden alle straten, heel de aarde, die zou flonkeren van al die tranen die vergoten zijn. Als tranen diamanten zouden wezen, als tranen diamanten zouden zijn, dan zouden alle straten, heel de aarde, die zou flonkeren van al die tranen die vergoten zijn. Een applaus, hè? Dat is een applaus. Ja, kom bij me staan, jongens. Het is jullie optreden, Gert en Hermien. We gaan overschakelen naar Jacques d'Ancona. Die heeft alle cd's van Gert en Hermien. Ja, of niet? Nee, ik heb ze niet allemaal. Ik vind het trouwens hele leuke mensen. Deze mensen, maar ook de echte, laten we maar zeggen. En ik heb een beetje het gevoel dat met de verrijzenis van dit nummer eigenlijk de nieuwe tuttigheid weer is geboren. De Hermien van nu ziet er echt wel iets moderner uit dan in dit geval Wietske. Het doet mij ook heel erg denken aan het portret van het zigeunerkindje dat zich in vele huisgezinnen bevindt. Veel gesmaad door echte kunstkenners. Professor van Os is er echt niet gek van. Niettemin, het is een vorm van edelkitsch. Dat is ook, nou, uiteraard deze samengang van deze beide mensen, deze prachtige Friezen die hier staan. Ik was geneigd te vragen, te smeken eigenlijk, kan het iets vlugger, kan het iets sneller? Maar helaas, dit tempo is voorgeschreven. Bovendien, waar jullie wel voor een beetje voor opgepast hebben, is ook terecht dat je niet het gaat overdrijven. Want dan wordt het natuurlijk helemaal onmogelijk. Het is in wezen natuurlijk intens droevig wat hier gebeurt. Met een gouden lijstje. Zo van huilen. Het loopt een beetje vooruit op een man mag niet huilen. Ja. Nou, het is me gelukt om niet in huilen uit te barsten. Ja, 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 ja. Niettemin, enige waardering, vooral ook respect
zou ik bijna willen zeggen, voor de keuze van dit nummer is zeker op zijn plaats. Dankjewel, Jacques. Nou, heel leuk. Ik had het broeder verwacht thuis. Ja, hij zegt, ik denk, die heeft een hekel aan Gert en Hermine en die neemt jullie in het hele debat mee. En, begint je ook een beetje, ja, had ik ook een beetje het idee dat je denkt van Jacques die zeikt de hele boel af en zo en dat hij zelf niet van Gert en de Mien houdt. Maar dat kun je toch, ja precies, kun je toch merken dat dat, nou goed. We gaan het vragen aan Hans van Eyck. Ik heb ooit genoegen gehad om de Huizende Hermine te zien. En dat is een beeld dat mij eigenlijk tot in de eeuwigheid zal bijblijven. Want dat is iets heel bijzonders. Ik ben blij met deze nieuwe tuttigheid, als ik dat nog een keer mag citeren. Dat mag wel. Dank u. Ik vind het een geslaagde imitatie. Wat Gert absoluut mee heeft in het dagelijks leven is zeker de muzikaliteit van de echte Gert. Gert is een Gert Timmerman, dan is een zeer muzikale man. Ik meen dat hij 7 instrumenten bespeelt. Althans, daar werd hij toen vroeger regelmatig om geroemd. En ik heb vanmiddag tijdens de repetities gehoord dat jij ook een voortreffelijk pianist bent. Dus ik vind het al met al een geslaagde imitatie. Nou, dat vind ik leuk om te horen, ja. Erg goed. Hè? Dames en heren, wij zijn bezig met de Sound Show. We hebben nog maar 2 kandidaten gehad, maar de sfeer zit er goed in. En ik denk samen naar de klaar en daarna heel vlug weer terug.